Nou, ik begin het eetschilderij met een mousseline eigenlijk van witte chocolade. Dit is de basis, de ondergrond van het dessert schilderij. Zorg bij het maken van een eetschilderij ervoor dat je een goede basis hebt. Goede smaakbasis. In dit geval was dat natuurlijk de witte chocoladecrème, maar in een hartige variant kan dat bijvoorbeeld ook een hangop zijn. Of een zachte crème of mousseline van groenten. En probeer echt te spelen met smaak. Maak het niet al te spannend. Dus er moeten toegankelijke smaken in zijn. Maar ook met een kleine prikkeling van iets spannend, maar nog wel dat het toegankelijk blijft. Dan heb ik hier een siroop gemaakt van geblancheerde dragon en geblancheerde basilicum. En nu begint dus echt het kijken en de compositie maken. Dus ik heb hier een coulis van een mango. Omdat het natuurlijk voorjaar is, mag het mooi kleurspectakel worden. Dan is dit een coulis van bramen. Als ik nu weer verder denk in smaak, dan mogen er iets meer fris-zure tonen bij. Dat doe ik met frambozencoulis. En die coulis zijn dus allemaal purees op basis van vers fruit. Dat kun je zelf maken. Maar er zijn ook hele goede coulis die van hele rijpe vruchten worden gemaakt die je gewoon zo kunt kopen. Nu hebben we contrast nodig. Je hebt een bite nodig. En dat ga ik doen met vers fruit. En stel je dan de smaken voor van witte chocolade. Het mooie fris zure van ananas. De mango is veel aromatischer, zachter van structuur. En dit is dan gepofte gele paprika. Als je dat dan een beetje daartussendoor verstopt, dan heeft dat een verrassingseffect. Het zorgt ook voor gesprek aan tafel. Dat je gaat praten over smaak, dat je deelt, dat je samen die smaakreis aangaat. Is het ook belangrijk in een schilderij dat je natuurlijk ook hele toegankelijke smaken hebt. Dus hier zit best wel spanning in. Gele paprika, dragon, basilicum. Maar niet iedereen houdt natuurlijk van heel veel spanning. Dus als je nou een aardbei met witte chocolademousse, dan zal iedereen zeggen van, oh ja, dat stukje is voor mij. Even wat donkere, wat diepe kleuren. Dus ik heb hier blauwe bessen. En als je dit nou thuis wil doen, dan is het eigenlijk heel makkelijk om van een brede rol vetvrij papier of bakpapier, om dat over de tafel heen te trekken. Dan gewoon met tape vast te maken, zodat je ook goed kunt uitstrijken. Dus we hebben de gele paprika en de mango. En stel je daarbij voor passievrucht. Grappig is dat als je dat proeft, word je toch een beetje op het verkeerde been gezet. Want je proeft paprika. Denk je van, proef nou passievrucht, paprika, wat is het nou? Maar als ik die ananas nou zelf net even een tikje bijzonder wil maken, doe ik dat heel graag met honing, specerijenhoning. Nou, de finishing touch bij het eetschilderij, daarvoor gebruik ik een merengue. Het eetschilderij is ontstaan vanuit de methode Smaakvrienden. En daar heb ik een paar boeken over geschreven. Smaakvrienden fruit, smaakvrienden groente. Waarin ik laat zien dat heel veel smaken met elkaar te combineren zijn. Kijk, dat is nou het spektakel, het effect aan het einde van het schilderij. Maar een schilderij heeft natuurlijk ook nog een laatste touch nodig. Een soort van vernissage. En dat doe ik met poeder dat ik heb gemaakt van ananas en mango. En dan kunnen we gaan proeven.